Welkom allemaal bij deze video over bewegen met een spierziekte in de coronatijd. Ik ben Daphne Maas, ik ben fysiotherapeut en verbonden aan het spierziektecentrum van het Radboud in Nijmegen. Dit is een hele lastige tijd voor iedereen. We zijn veel binnen en we bewegen een stuk minder dan normaal. En vandaar dat we een video voor u opgenomen hebben waarin we wat tips geven hoe u toch in deze tijd voldoende in beweging kunt blijven. Een aantal tips voor u. Begin met vaste beweegmomenten. Dus zorg dat u elke ochtend, middag en avond een moment inplant waarin u gaat bewegen. U kunt dan kiezen uit allerlei vormen van bewegen. Dat kan zijn wandelen of fietsen of wat oefeningen in huis. Maar zorg ervoor dat het een vast onderdeel van uw agenda wordt. Doordat we meer zitten, zouden we natuurlijk ook kunnen oefenen dat u wat vaker gaat zitten en staan. Dus u maakt een oefening van het zitten naar het staan en weer zitten. Dat mag u een aantal keren herhalen en ook dat doet u op vaste momenten gedurende de dag. Tijdens die oefeningen in zit kunt u ook wat rek- en strekoefeningen doen van het bovenlijf. Het aanbod van fitness- en beweegvideo's online is enorm. Maar wees wel een beetje voorzichtig. Loop bijvoorbeeld niet te hard van stapel. Je moet niet te snel te veel achter elkaar doen. Als u meer dan 24 tot 48 uur spierpijn heeft nadat u oefeningen heeft uitgevoerd, dan weet u dat u over de grens bent gegaan. Hou het ook veilig. Als u oefeningen gaat doen en u heeft wat balansproblemen, pak er dan een stoel bij of doe de oefeningen zittend. Oefeningen en goede adviezen adviseren we het volgende. Als u weinig balansproblemen heeft en weinig krachtverlies heeft, kijk dan eens op de site van sportzorg.nl. Daar staan goede oefeningen op en allerlei verschillende, om ook op allerlei verschillende manieren uit te voeren. Heeft u wat meer balansproblemen of zit u in een rolstoel? Kijk eens op de site van de Dirk Kuyt Foundation. Ook daar staan allerlei oefeningen die vanuit verschillende mobiliteit gedaan kan worden. Als u gaat bewegen en u gaat toch even naar buiten, hou u dan wel aan de regels van het RIVM. Dat betekent dat u 1,5 meter afstand houdt tot de mensen die u passeert. Dat u niet met meer dan 2 mensen op straat begeeft. En u gaat niet naar buiten als u of iemand in uw gezin koorts of andere ziekteverschijnselen heeft. Meer informatie over corona en over bewegen vindt u op de site van Spierziekte Nederland.